Ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Napoleon moest en zou Rusland binnenvallen. Hitler moest en zou Rusland binnenvallen. En nu ook die Europese machtswellustelingen die legitimeren de machtscentralisatie van Brussel, omdat er een heel grote vijand zou zijn. En ik zie die. De heer Baudet loopt constant weg voor de discussie over Russische dreiging. Ik snap dat niet. Het is een vraag die Politiek Den Haag al jaren bezighoudt. Waarom is Forum voor Democratie zo positief over Moskou? Dit laatste helpt enorm, want hier komt de aap echt uit de mouw. Dus het is duidelijk, je bent de Rusland-nuffelaar. We spreken met personen binnen en rond Forum voor Democratie. We raadplegen experts uit de inlichtingenwereld. We krijgen inzage in gevoelige informatie. Het gaat om onthullende WhatsApp-berichten van Forum. Die gaan over alledaagse zaken, maar ook over andere kwesties. Zoals de Russische connecties van Thierry Baudet. Ongelooflijk. Dit is niet bekend, toch? Dit is niet bekend, nee. Kijk, die Russische invloed is bepaald niet weg nu bij Forum. Ja, dat is gewoon niets van waar. Helemaal niets. Zembla onderzoekt in samenwerking met radioprogramma De Nieuws BV de banden tussen Baudet en het Kremlin. We stevenen af op niets minder dan een totale uitbraak. Als we anderhalve maand geleden hadden ingegrepen, als jullie toen naar mij hadden geluisterd, was dit allemaal niet nodig geweest. Wat mij betreft gaat er nu al iemand met een privévliegtuig en een heleboel smeergeld overal in de wereld om al die testen te doen. Gewoon met smeergeld? Dat is toch wat je doet als je de regering bent van een land? Nee, lijkt me niet. Oh. Hij heeft maar 2 kamerzetels, maar toch slaagt Thierry Baudet er steeds weer in om de toon van het debat te bepalen. Ook in de afgelopen weken weet hij via social media zijn achterban te bereiken. Nu met zijn coronaboodschap. Wat je ziet hier is eigenlijk hetzelfde falen van Rutte als met de immigratiekwestie, met de klimaatkwestie. Wij gaan er opnieuw keihard in vanmiddag en we zullen daar ook via deze kanalen verslag van uitbrengen. De strategie is vaak dezelfde. Baudet valt de politieke elite aan, de baantjesjagers van het partijkartel. Ze deugen volgens hem niet, net zo min als de wetenschappers, de rechters en de media. Net als al die andere landen van onze boreale wereld worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen. De harde toon hoort bij Forum. Maar als het over Rusland gaat, slaat Baudet een andere toon aan. Bijvoorbeeld in het MH17-dossier. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Vanaf het eerste moment doen vele theorieën de ronde over de oorzaak van de ramp en over de vraag wie verantwoordelijk zijn. Vaak zijn deze theorieën gebaseerd op wantrouwen, op aannames en regelmatig zelfs op bewust gepresenteerde onwaarheden. Direct na het neerstorten van de MH17 begint het Kremlin met een desinformatiecampagne. Twijfel en verdeeldheid verspreid via social media. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de ramp. То, что мы видели и представлено в качестве доказательства вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Ook Baudet zegt het onderzoek te wantrouwen. Vanuit het oogpunt van de gerechtigheid waar de slachtoffers recht op hebben, vind ik dat er wel eens een nader onderzoek mag komen naar de gang van zaken. Hebben we niet ons hier laten ringeloren, net als bij het referendum, door geopolitieke spelletjes waar het partijkartel mee bezig is, in plaats van op te komen voor het landsbelang en het belang van de Nederlanders? Baudet retweet dit bericht. Een complottheorie over de zogenaamde betrokkenheid van de CIA bij het neerhalen van het vliegtuig. Later verwijdert hij de tweet. Inlichtingen-expert Ben de Jong, verbonden aan de Universiteit Leiden, bestudeert al jarenlang de Russische inlichtingendiensten. Bij hem gaan door het gedrag van Baudet alarmbellen rinkelen. Als je dat dan
ja, eigenlijk zo stelselmatig aanvecht en je veegt dat van tafel. Toen ik dat voor de eerst las, vond ik dat redelijk bizar. Niet te vergeten. Ze hebben een deel van een onafhankelijke staat in Europa nog maar een paar jaar terug geannexeerd, namelijk de Krim. Ze zijn in het oosten van Oekraïne zijn ze een soort guerrilla-achtige oorlog begonnen. Dat vind ik heel erg vreemd, dat je dat niet onder ogen wil zien. Ook de collega's van Baudet in de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij zijn visie op Rusland tijdens een debat over de toekomst van defensie. De commandant der strijdkrachten heeft tegen de Kamer gezegd: Rusland is op dit moment de grootste dreiging. We mogen blij zijn dat we op dit moment geen oorlog met Rusland hebben, want we verliezen het. Is dat voor u voldoende bewijs dat Rusland een gevaar is? De commandant der strijdkrachten zegt het. Iemand die de hoogste militair van Nederland is. Nee, dat is voor mij niet voldoende reden om dan maar dat klakkeloos aan te nemen. Nee. Ja, ja, de hoogste militair, ook de hoogste militair, zeker kan beïnvloed worden door allerlei motieven enzovoort. Ik vind het ronduit schattig dat u zo naïef in het leven staat. Ja. Aan de Nederlandse kant is hij heel specifiek op zijn kritiek op de Nederlandse zaken. En op de Russische specifieke dreigingen, daar wordt een mistgordijn opgehangen. Worden Kamerleden in de hoek gezet van jullie zijn gewoon anti-Rusland. Nou, dat zijn wij niet. Ik ben dat niet. Ik ben niet anti-Rusland. De heer Baudet loopt constant weg voor de discussie over Russische dreiging. Ik snap dat niet. Wat is het probleem voor de heer Baudet om gewoon te zeggen datgene wat onze diensten aangeven in dat hele rijtje waarvan hij zegt, ja, dat accepteer ik. Accepteert hij alleen het deeltje over Rusland niet? Dat snap ik niet. Kijk, ik wil niet zeggen dat Baudet dat die een puppet van het Kremlin is. Het kan best zijn dat het, dat het ook gewoon een verstrikt naïeve man is. Maar wat hem beweegt om dit te doen, dat vind ik moeilijk te begrijpen. En u zult zich ook hebben afgevraagd wat daar dan achter zit. Ja, dat zeker. En ik weet het eigenlijk niet. Denkt u dat Baudet wordt beïnvloed, zich laat beïnvloeden op dit punt? Door Rusland zelf? Ja, ik mag toch aannemen dat dat niet het geval zou zijn. Want dan zou het woord naïef niet op zijn plek zijn. Ik ga ervan uit dat collega Baudet naar eer en geweten handelt. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. In een vorig leven is Vladimir Poetin een spion van de KGB. Sinds hij in het Kremlin zetelt, lijkt de macht van de Russische veiligheidsdiensten alleen maar toegenomen, net als de brutaliteit van hun acties. We're sorry to announce that Alexander Litvinenko died at University College Hospital. In 2006 vermoorden Russische spionnen hun voormalig collega Litvinenko. Die is gevlucht naar Londen. Hij wordt vergiftigd met radioactief materiaal. Volgens de Britse regering waarschijnlijk in opdracht van Poetin zelf. Iets wat het Kremlin ontkent. Moskou begint ook militaire campagnes tegen buurlanden en mengt zich in westerse verkiezingen. It's great to be with you. Met als grootste operatie tot nu toe de steun voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Wat de Russen nastreven in de huidige politieke situatie is dat ze proberen in het Westen geestverwanten te vinden die ze kunnen gebruiken door het Westen intern te destabiliseren. Wie zijn die geestverwanten? En worden ze door het Kremlin gebruikt? Voor een antwoord op die vragen zijn we in Wenen. In mei vorig jaar gaan duizenden Oostenrijkers de straat op om te protesteren tegen de radicaal-rechtse regeringspartij FPÖ. Die is ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekte filmopname. Daarop is te zien dat de leiders van de partij bereid zijn om Russische zakenlieden lucratieve contracten te geven. In ruil voor campagnesteun aan de FPÖ. De rechtse populisten van de FPÖ zijn al jarenlang bondgenoten van Moskou. In 2016 sluiten ze een samenwerkingsovereenkomst met Verenigd Rusland, de partij van Vladimir Poetin.
In Wenen hebben we een afspraak met Anton Tschechovtsov, expert op het terrein van politieke inmenging door Rusland. Hij ziet bij veel radicaal-rechtse partijen in Europa hetzelfde patroon. The overwhelming majority of European far-right parties, they are behaving the way that Baudet's Forum is behaving. So they are critical of the European Union, they're critical of the EU's support for Ukraine, and they are, of course, very much supportive of Putin's regime. So he does fit this pattern. For example, when Marine Le Pen went to Russia 1 month before the first presidential round in France in 2017. En het blijft niet bij politieke steun. Soms verschaft Moskou ook financiële ondersteuning aan een partij. The most famous case is again about Marine Le Pen's party. Then it was still called National Front that received a 9 million loan from a Russian bank. De liefde komt van twee kanten. Le Pen krijgt een lening van 9 miljoen van een Russische bank. Op haar beurt verkondigt Le Pen standpunten die overeenkomen met die van het Kremlin. Ze wil bijvoorbeeld dat Frankrijk uit de NAVO treedt. Bon, vous savez que nous sommes pour la sortie de l'OTAN, la sortie de la France de l'OTAN. Nous avons une vision gaullienne. Er zijn eigenlijk, naar mijn idee, zijn er twee grote internationale organisaties die de afgelopen decennia voor grote stabiliteit in West-Europa hebben gezorgd en ook in Nederland. En dat zijn de EU en de NAVO. We gaan naar Washington, D.C. Daar worden de Russische operaties met argusogen gevolgd door de inlichtingendiensten. We spreken met Michael Carpenter. Hij is jarenlang als een van de hoogste Amerikaanse ambtenaren belast met het dossier Rusland. Carpenter werkte onder de regering Obama in het Witte Huis en het Pentagon. Russia has been busy financing, but also supporting in other ways, right-wing movements across Europe. But oftentimes the smoking gun is hard to find because the financial forensics are so hard to do. The Kremlin has as its number one geostrategic goal the weakening of Western democracies and specifically those within the transatlantic community. And so that means delegitimizing democracy, breaking up the EU and NATO, and then sort of more broadly attacking the liberal order in the world. Volgens Carpenter probeert Rusland de EU en de NAVO dus te verzwakken om daardoor zelf sterker te worden. This is what Putin has been doing with all the propaganda against NATO. It's not only about picturing NATO as really threatening Russia, but it's also trying to convince nations that NATO is obsolete. It's all, you know, instruments of psychological warfare. Maar er gebeurde hier echt iets ongelooflijk geks. Iemand spreekt over de NAVO. Als je weet waar de NAVO vandaan komt, dan weet je Koude Oorlog, dan weet je Rusland. En tegelijkertijd zegt, nee joh, met Rusland is helemaal niks aan de hand. Dus volgens mij heeft deze Kamer ook het recht om te weten hoe Forum voor Democratie nou erin staat. Neemt hij nou het serieus dat er Russische dreigingen zijn en wat er allemaal aan de hand is, ja of nee? En bent u nu eigenlijk dan voor een NAVO of tegen een NAVO? Nou ja, ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Ik geloof daar allemaal niet zo ontzettend veel van, dat daar zo'n enorme dreiging van uitgaat. Ja, mijn indruk is dat hij zich heel duidelijk op de vlakte probeert te houden. Hij zegt niet van de NAVO, dat is de ruggengraat van onze buitenlandse politiek. Om je tegen de NAVO te keren, dat lijkt mij dus om die reden buitengewoon onverstandig. Naar buiten toe houdt Forum zich op de vlakte over de NAVO. Maar wat speelt er achter de schermen? We spreken de laatste maanden met verschillende bronnen rond Baudet. Zo krijgen we toegang tot gevoelige informatie. Via de bronnen krijgen we inzage in WhatsApp-groepen van Forum voor Democratie, waarin duizenden berichten zijn verstuurd.
Uiteindelijk houden we de inhoud van de apps ook voor aan Baudet. Ik vind het echt een probleem van deze tijd, en ik weet niet precies hoe deze uitzending wordt, maar als dat ook zo naar voren komt, dat dingen die in een context van een vrije gedachtenwisseling worden geuit, uit de context worden gelicht en als quote naar buiten worden geslingerd. Van Baudet zegt, ik wil dit, zus of zo. U vindt niet dat wij hieruit mogen citeren? Inderdaad, ik vind dat dit soort apps, conversaties, dat is een ontzettende hoeveelheid discussie, altijd binnen onze partij, maar goed ook. En dat is onderdeel van ons interne afwegingsproces. Op 20 mei 2017 stuurt Baudet dit naar zijn medebestuursleden. Het is een kritisch artikel over de NAVO van het Russische propagandakanaal Sputnik. Baudet schrijft erbij: ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO. Ongelooflijk. Dit is niet bekend, toch? Dit is niet bekend, nee. De meeste bronnen die ons inzage geven in WhatsApp-berichten willen anoniem blijven. Henk Otten! Dat ligt anders voor Henk Otten, voormalig bestuurder van Forum voor Democratie. Otten wordt vorig jaar uit het partijbestuur gezet nadat hij publiekelijk kritiek uit op Baudet. Na aanvankelijke aarzelingen is ook Otten bereid om inzage te geven in WhatsApp-berichten. Hij wil wel op onze vragen reageren en doet voor het eerst zijn verhaal over de Russische connecties van Baudet. Misschien zullen mensen denken, dit is een wraakactie van Otten richting Baudet. Oh, ongetwijfeld zullen bepaalde mensen dat denken. Maar ik heb ook lang over nagedacht of ik dit of de medewerking zou verlenen. Maar kijk, die Russische invloed is bepaald niet weg nu bij Forum. Dus ik zal hier ongetwijfeld niet de populariteitsprijs mee winnen. Maar ik vind het wel belangrijk dat de Nederlanders zien wat hier echt aan de hand is en wat hier gebeurt. Daarom werk ik mee. Baudet appt in een appgroep van Forum: ik wil pleiten voor uittreding uit de NAVO. Ja, dat was een terugkerend verhaal met Baudet, ook achter de schermen. Dus, erg anti-NAVO. Het verkiezingsprogramma speelde dat ook. In 2016 wilde hij ook daarin opnemen uit de NAVO. Nou, dan heb ik gezegd, als jij uit de NAVO wil, dan ga ik uit deze partij. Dus dat hebben we toen weten tegen te houden. Maar u zegt, ja, ik was daar dan het niet mee eens, maar waar blijkt dat dan bijvoorbeeld uit? Nou ja, ik heb dat wel, dat moet ik even zoeken, maar hier. Hier heb ik, dit is een app van 2016, waarvan ik zeg, dat uit de NAVO moeten we absoluut niet doen, dat is een brug te ver. En dan zegt hij, dat is de logische consequentie van wat ik gisteren vertelde, onvermijdelijk. Ik zeg, hou op, als je dat gaat zeggen, haak ik af. De NAVO heeft de Europese veiligheid gegarandeerd. Wilt u nog steeds uit de NAVO? Nee, maar ik wil ook. Kijk, dat is heel belangrijk. Ik ben niet een voorstander van uittreding uit de NAVO. Maar ik acht het wel een heel belangrijke discussie waarin je ook de vrijheid moet hebben om advocaat van de duivel te spelen. U vond het op dat moment eigenlijk helemaal niet echt dat Nederland uit de NAVO moest? Nou, dan is de vraag wat je bedoelt met echt vinden. U zegt ik zelf, het is de logische consequentie van wat ik gisteren vertelde. Onvermijdelijk noemt u het zelfs. Nou, ik weet niet wat je bedoelt met onder echt vinden. Kijk, mijn standpunten en de standpunten van mijn partij, en die zijn neergelegd in ons verkiezingsprogramma, in speeches, in ideeën die we hebben. En daar zit een hele wereld achter van tegengestelde opinies door je heen laten gaan, daar eens even goed op kouwen. Maar het is toch een simpele vraag, meneer Baudet. Ja, maar u zegt daar, ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO. Daar kunnen we een heel lang verhaal over houden, maar de vraag is gewoon, vindt u dat nog steeds? Ja, maar ik maak bezwaar tegen het woordje nog steeds. Want het is niet zo dat ik één ding vind. Ik laat allerlei gedachten door mijn hoofd heen gaan. Nou ja, dat is toch een duidelijk een spraakmakende Nederlandse politieke beweging die zich kritisch uit over de NAVO en die achter de schermen zelfs onder elkaar erover praat dat Nederland uit de NAVO zou moeten treden. Dat lijkt me voor Rusland zeer gunstig.
Waar komt Baudet's afkeer van de NAVO vandaan? In de WhatsApp-berichten komen we vaak deze naam tegen. John Loughland. Baudet zoekt deze Loughland op in Parijs. Daar werkte Loughland voor het Instituut voor Democratie en Samenwerking, dat sterke banden lijkt te hebben met het Kremlin. Poetin zelf kondigt in 2007 de oprichting van het instituut aan. Сегодня я также познакомил наших партнеров с новой инициативой. Речь идет о создании Российско-Европейского института свободы и демократии. Евросоюз с помощью грантов помогает развитию институтов подобного рода в России. Я думаю, что настало время, когда и Российская Федерация то же самое делает в Евросоюзе, внести свою лепту. It was a sort of a think tank, and it was created with this aim to promote Russian foreign policy interests. So he was the head of research there. It was about, you know, saying good things about Russia and criticizing Western liberal democracy. He would see NATO first as a military arm of the US, but also as the main defense of liberal democracy. Thank you so much. I'll give the floor to Mr. Loughland. Thank you, Mr. Chairman. And Loughland wordt onlangs door Baudet als expert uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over de politieke invloed van rechters. You are obviously opening structurally a huge field for them to make the law themselves. You are not doing what the legislature should. Na de hoorzitting vragen we Loughland naar zijn banden met Baudet. What's your interest with the Netherlands especially and Mr. Thierry Baudet perhaps personally? Well, I'm a friend of Pierre Thierry Baudet, and I'm very interested in what he does, and I like his work. So I'm not politically neutral in that respect. You have been working for the IDC in Paris, yes, which was funded partly by the Russian state. No, is that true or isn't it? It was not funded by the Russian state. No. Not at all. Not at one time. No, never. Because it was founded at the express orders of President Putin. I don't know how long you've got for this interview, but I'd like to hear from you. For 10 years, we were in existence for 10 years, and for 10 years people told lies about us. Maar volgens Shekhovtsov zijn de banden met het Kremlin duidelijk. Well, we know exactly who's behind it. It's the Kremlin, and it's organized by the Russians. To reach out to politicians, to European politicians, try to make them friendly towards Russia. So this is the idea. Well, ladies and gentlemen, what an honor and a pleasure to be addressing the Party Congress of what is without any doubt the most promising, the most exciting, the most hopeful and the most dynamic political party in Europe today. John Loughland is een graag geziene gast op bijeenkomsten van Forum voor Democratie. In de WhatsApp-berichten zien we dat Baudet hem een nog veel grotere rol wil geven binnen de partij. Vorig jaar onthult NRC dat Baudet Loughland zelfs op de kandidatenlijst voor het Europarlement wil zetten. In de app zien we de berichten over dat plan. Toen heb ik Loughland op de man afgevraagd van hoe zit dat met die financiering van die Russische denktank in Parijs. Nou, toen gaf hij min of meer wel toe dat hij wel geld uit Rusland had ontvangen daarvoor, maar dat moesten we dan anders zien, dan weet ik wat allemaal. Dat vond ik niet erg overtuigend. En toen heb ik ook gezegd, wat ons betreft, is dit een no-go. Otte is bang voor Russische beïnvloeding. Maar nadat Baudet hem aan de kant schuift, wordt Loughland alsnog binnengehaald. Officieel als fractiemedewerker in Brussel. Maar Baudet noemt hem de partijideoloog van Forum. You're not going to get rid of the anti-Russian DNA of either NATO or the EU, but you might be able. Loughland is tegelijkertijd commentator voor Russia Today, zien we. Een tv-kanaal dat Russische propaganda uitzendt in het Westen.
If I had felt restrictions on my personal liberty of expression as a commentator, I wouldn't have done that job. It can also be useful for the Kremlin. So you could do the bidding of the Kremlin. Well, what so? And that's bad, is it? Everything the Kremlin does is bad. Why is it relevant to what the Kremlin? You mean to say if you agree with something that the Kremlin agrees with, that makes it bad? Loughland is niet de enige link tussen Baudet en Moskou. In de WhatsApp-berichten treffen we nog een Russische connectie aan. Een zekere Kornilov. Om erachter te komen wie dat is, moeten we terug naar 2015. Van harte welkom bij deze feestelijke lancering van het Forum voor Democratie. In zijn oprichtingsspeech, die we zien op de website van Forum, maakt Baudet direct duidelijk waar het hem om te doen is. Dames en heren, de EU staat voor alles wat er mis is in de politiek op dit moment. Forum heeft een duidelijk doel. Een referendum over de Europese Unie. Het ideale onderwerp voor zo'n referendum dient zich al snel aan. Oekraïne. Met dat land wil de EU de banden aanhalen in een samenwerkingsverdrag. Een doorn in het oog van Poetin, die Oekraïne beschouwt als zijn achtertuin. Het verdrag wordt getekend na bloedige rellen in Kiev. Samen met Geen Pijl voert Baudet campagne voor een referendum waarin de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken over het verdrag. 427.939 geldige verzoeken zijn ingediend. Dus zal er een referendum gaan plaatsvinden. Yes! Rond de campagne duiken verschillende personen op die banden met Rusland lijken te hebben. Amerikaanse inlichtingendiensten krijgen verontrustende signalen over wat er in Nederland gebeurt. Topambtenaar Michael Carpenter krijgt die inlichtingen op zijn bureau. Zo stuit hij ook op Forum voor Democratie. In 2016 I was the lead Russia person in the Pentagon. At the time we were seeing that there was a very clear Russian support for the movement to deny Ukraine an association agreement with the EU. We saw some of these small groups spring up, like at the time Forum for Democracy, that had strange links to the Kremlin, but perhaps not quite fully explained. We weren't sure of what exactly those relationships entailed. In januari 2016 schrijft een Britse krant over Russische steun aan de Nederlandse campagne. Baudet reageert daarop bij Omroep Poont. Het is totale. Ik begrijp niet goed waar deze nieuwsberichten vandaan komen. Maar vertel even, leg het even uit. Want heeft te maken met een Engelse krant, Telegraph, heeft een paar dagen geleden het bericht gebracht dat het Nederlandse euroskepsis door de Russen zou worden ingefluisterd. En dat er een enorme campagne aan de gang zou zijn waarmee geïnsinueerd werd dat ik of wij daarmee... Ik heb nooit daar op een of andere manier mee bezig geweest. En het is zo'n uit de lucht gegrepen verwijt. At the time, 2016, Forum for Democracy was on your radar, right? What about Mr. Thierry Baudet? Less so, to be honest. Only insofar as he headed up this think tank that seemed to be spouting pro-Kremlin, anti-Ukrainian propaganda in a very virulent way, I have to say, using propaganda, disinformation, all the techniques that we associate with Sputnik and Russian type of outlets. And so he came up in the sense that he was affiliated with this think tank, but I don't think he was seen as anything other than a bit player in a larger sort of propaganda war. Maar ik vind ook eigenlijk, we moeten Studio Poetin moeten ervan maken. At the time, I don't think we even fully realized that this was just the beginning of a movement that would then be repeated in the US election, in the Brexit vote, in the Italian referendum, and in so many other political processes. But this was, I think, the first time that we saw a clear Russian hand involved in trying to sway the outcome of a popular vote. In veel apps zien we dus de naam van Kornilov, een Rus met een Oekraïens paspoort.
een gegeven moment kwam hij met die Kornilov op de prop. Ik zeg, wat is dat voor man? Het allereerste dat ik zeg op 2 oktober 2015, wie is die Kornilov? Ik zeg, nou kijk maar uit. We moeten niet in het Poetinkamp worden getrokken. Dat antwoord ik dan meteen. In de appgroepen zien we dat Kornilov diverse keren door Forum wordt uitgenodigd als spreker. Kornilov woont tegenwoordig in Moskou. Daar werkt hij voor de Russische televisie, zien we. We zoeken contact met hem via Skype. С господином Баде я познаком, во-первых, читал много о нем, а вообще встретились впервые, я попросил его интервью для российских средств, для российско-украинских средств массовой информации, то есть интервью именно об их намерении пока еще провести такой референдум в Нидерландах. Потом я с ним не раз встречался. Корнилов zegt dat hij journalist is en dat hij Baudet zo heeft leren kennen. We zien dat Kornilov, voordat hij naar Nederland komt, in Oekraïne heeft gewerkt. Voor een Russische organisatie die zich bezighoudt met politieke beïnvloeding. Their aim is essentially to advocate for alliance with Russia, a partnership with the Kremlin, a joint community of the Russian world. That is their principal aim. And it is also to denigrate Western societies, Western institutions like NATO and the European Union. They take a very strong geopolitical stance on these issues, and they engage in agitation and propaganda. Undermining societies, polarizing them, mobilizing ethnic minorities against the main population. So this is what they were doing. Ладно, хорошо. Я мне скрывать нечего, это все публично. Я почти 10 лет без малого работал директором украинского филиала Института стран СНГ. Филиал находился в городе Киев. Volgens Kornilov heeft hij niets te verbergen. Maar aanwijzingen voor zijn werkelijke activiteiten vinden we in e-mails van zijn instituut. Die zijn in 2017 openbaar gemaakt door hackers. Verschillende media hebben hier al eerder over bericht. In de mail staat dat Kornilov betrokken was bij Russische operaties in Oekraïne om de bevolking op te zetten tegen de EU. So he was engaged in propaganda activities and also political warfare in Ukraine. Clearly doing the Kremlin's bidding, clearly articulating their talking points. There's an obvious connection there. Uit andere gehackte e-mails blijkt dat de rapportages van Kornilovs instituut naar het Kremlin worden gestuurd. Kornilov heeft connecties tot op het hoogste niveau in Moskou. Hij krijgt zelfs een medaille uit handen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Wegens zijn verdiensten voor het vaderland. Het leek mij nogal merkwaardig dat zo'n man ineens opduikt en in één keer Baudet van allerlei adviezen gaat voorzien. Dus bij mij gaan dan meteen mijn nekhaar overeind staan van wat is hier aan de hand. Maar hij had daar, ik heb toen nog gezegd, pas maar op en blijf daar weg. Direct nadat de kiesraad bekend maakt dat er genoeg handtekeningen zijn opgehaald voor een referendum over Oekraïne, krijgt Baudet via Twitter felicitaties van Kornilov. So he could be sent to the Netherlands to continue his work. So I think, well, that can explain his move to the Netherlands. What do you mean by continue his work? What type of work would that be? Well, it's propaganda. One small country in Europe could potentially derail the whole process of Ukraine's association agreement with the European Union, a bloc of, you know, multiple members. And so that's an example of how, by leveraging influence within one small country, Russia can achieve a geopolitical outcome that is much larger than that. Wat weet Thierry Baudet van Kornilov's achtergrond? In een van de appgroepen van Forum vinden we het antwoord.
Eind november 2015 vraagt iemand in de appgroep naar de voornaam van Kornilov. Baudet antwoordt daarop: Vladimir. Een Rus die werkt voor Poetin. Clearly he understands the nature of the relationship that Mr. Kornilov has to the Kremlin. That means that Baudet wanted to work with a guy working for Putin. Yeah, absolutely. At least he did not think that working for Putin was toxic. Als ik nou een Nederlandse veiligheidsdienst was, dan zou ik toch eens gaan kijken in de omgeving van met name die Kornilov, van wat hij uitsprak met dat soort Nederlandse partijen en politici. U zegt, Kornilov is een Rus die werkt voor Poetin. Dus u wist op dat moment, begrijp ik, wat de relatie was tussen Kornilov en het Kremlin. Of zie ik dat verkeerd? Opnieuw, kijk, het is heel lastig om in de context van die tijd en in de context van de omgang met elkaar in dat campagneteam van Forum voor Democratie de twee zaken door elkaar, uit elkaar te houden, wat ironie was en wat met speelse overdrijving wordt gezegd en wat ik wist of wat er aan de hand was. Desalniettemin ging hij daar toch mee door. En dat heb ik hem dus diverse malen gewaarschuwd. Doe dat niet, stop ermee. Otte krijgt nog veel meer berichten van Baudet over Kornilov. En dan krijg ik op 25 oktober 2015 een app van Baudet waar hij zegt: morgen lunch ik in Den Haag met die Russische journalist. Dat is dan, denk ik, Kornilov. We gaan die Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Ben je daarmee akkoord? We gaan die Russen nog nodig hebben, zegt hij. Dat zegt hij. Het is een hele vreemde opmerking. We gaan de Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Waarvoor zou je ze nodig hebben? Dat de ironische context voor u blijkbaar niet duidelijk is, of voor mensen die het heeft laten lezen, dat is prima, dat respecteer ik. Ik kan dat ook niet bewijzen dat ironisch bedoeld is, want dat is nou juist de grap van ironie, dat je dat niet expliciet gaat zeggen. Maar het past natuurlijk allemaal wel in dat halve rollenspel dat wij speelden. Bent u bereid om die apps te laten zien waar dan uit zou blijken dat het om ironie ging? Nee, want ik ga niet in, ik geloof dat ik dat al eerder heb gezegd, op, weet je wel, alle individuele berichten. Ik vind ook dat een haak staat op het wezen van ons werk. Kijk, wat wij doen de hele dag door is in appgroepen en in andere contexten met elkaar van gedachten wisselen, discussiëren, ideeën uitwisselen. Я еще я встречался с Тири Баде, задавал ему вопросы. Он спрашивал, да, иногда сказать, что я снабжал информацией, там какие-то досье составлял, рассказывал в том числе о том, как на самом деле у вас строилась информационная политика в первые дни после трагедии MH17 было. Ik antwoord dan ook: kijk maar uit met die Russen, zou maar afstand houden van dit soort lieden. Wij hebben onze eigen agenda. Maar had u niet gewoon kunnen zeggen: hier, dit moet nu stoppen, Thierry. Ja, ik heb op een gegeven moment ook gezegd, moeten we nu mee stoppen. In de app zien we dat Otte Baudet blijft waarschuwen voor Russische beïnvloeding. Het was een bijzonder chaotische setting. Je moet even voorstellen, in die denktankfase was het natuurlijk allemaal vrij losjes. Iedereen deed dat een beetje erbij. Er waren heel veel mensen in appgroepen. Er zaten zo'n wel 50 mensen in een appgroep en iedereen die vond van alles en nog wat. Nou, dit is niet van alles en nog wat. Nee, maar ik heb ook dus echt diverse malen ingegrepen. Maar ik heb gedaan wat ik kon. Baudet lijkt samen te werken met Kornilov. Op 19 oktober 2015 appt Baudet: ik zit even midden in een Oekraïens avontuur. Over welk avontuur gaat dit? Twee dagen daarvoor wordt Kornilov in Den Haag geïnterviewd door de Russische televisie. А это знаменитый украинский писатель Владимир Корнилов. Вместе с журналистом Олесем Бузиной он занимался расследованием дела о снайперах на Майдане. Het gaat om een reportage over de schutters die tientallen demonstranten in Kiev hebben doodgeschoten tijdens de zogenaamde Maidan-revolutie. Снайперская рука, он лежит. Op beeld is vastgelegd dat schutters van de pro-Russische regering demonstranten doodschieten. Maar de Russische televisie stelt dat het de demonstranten zelf zijn geweest die het bloedbad hebben veroorzaakt.
Он поясняет о том, что лидеры украинской революции отдавали приказы своим боевикам стрелять по мирным активистам, известно уже очень давно. Baudet neemt die conclusies over. Een paar weken later stuurt hij het volgende WhatsApp-bericht. Het rapport dat Baudet noemt, legt de schuld voor het bloedbad volledig bij de demonstranten. Opvallend, het is precies dezelfde boodschap als die van Kornilov. Twee dagen later verschijnt een artikel met dezelfde strekking op een Nederlandse website. Geschreven door Thierry Baudet. For me, it looks like an operation. It's coming from the Cold War. And KGB operations. You have some foreign policy interests. Yeah. And then you find friendly journalists who would write something about this, promoting. And that would not look like, you know, Russia or the Soviet Union convinced him to write them to write about this, but it feels like genuine position. Een paar maanden later, lezen we in de apps, helpt Baudet Kornilov met de publicatie van een ander artikel over Oekraïne. Hij appt: ik werk me dood aan die Kornilov. Waarom deed Baudet dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Nog een voorbeeld van de samenwerking. Na het referendum laat Baudet zich door Eén Vandaag interviewen. Hij vertelt dat niet Rusland, maar Oekraïne het referendum probeerde te manipuleren. De Oekraïnse geheime dienst had een pand gehuurd op Drokin, waar ze 50 man fulltime in dienst hadden om te trollen, om te dingen. Er was veel meer gaande dan wat men heeft gezien. Het was een soort top van een ijsberg. En er stond voor hun natuurlijk zoveel op het spel. Maar er waren dus 50 man in Amsterdam actief om wat te doen? Om het internet te manipuleren, om de informatiestromen te manipuleren. En iedereen heeft het voortdurend over de Russische geheime diensten enzovoort. Maar daar hebben we dus echt nooit iets van gezien. Ik dacht, nou, dat is toch al bouwde informatie. Dus ik appte hem meteen, hoe kom je daar nou bij? Kun je dat bewijzen? En dat is de ideale manier om desinformatie te lanceren. Niet dat je het zelf naar buiten brengt, maar dat je het via iemand anders laat doen, hè, die overtuigender is dan jijzelf. Als je iemand wilt recruteren, hè, een inlichtingendienst, die normaal gesproken, die maakt altijd eerst een soort karakterschets van de persoon in kwestie. Die kijkt van, nou ja, hoe zit hij in elkaar? En dus er kan sprake zijn van ideologische verwantschap. Het kan ook zijn dat je natuurlijk iemand probeert over te halen. Met financiële middelen. Was there any evidence regarding financial ties? No, we weren't aware of any financial ties at the time that I'm aware of. But certainly when you see these sorts of links, when you see the repetition of propaganda coming directly from pro-Kremlin sources, it makes one wonder, well, what else is behind this? Is there some sort of financial link? But at the time, no, we didn't have any evidence of that. Want het zou er dan op neerkomen dat Poetin jou zou betalen om bijvoorbeeld ook een initiatief als Geen Pijl leven in te blazen. Ja, kijk, ten eerste, ik bedoel, dat is niet waar. Ten tweede... Wie zegt mij dat? Ja. Ik heb, nogmaals, ik heb op geen enkele manier steun of wat dan ook uit Rusland gekregen. Maar stel dat het zo zou zijn, is dat dan meteen een reden om dat initiatief zelf in twijfel te trekken? Ik denk het niet. Ik vind het een hele vreemde redenering. Nou, tof vind ik. Niet платили вы через Баде? Ja. А, даже так нет, у меня, извините, таких денег нет и не было. А такая постановка вопроса мне даже совсем уже удивляет. На территории Украины формировался фонд для агитации в Нидерландах. Но это почему-то интересует наших голландских коллег гораздо меньше, чем то пил со мной водку Тири Баде или не пил. И если пил, то рюмка водки... Baudet verdient zijn geld op dat moment als commentator bij talkshows.
Bijvoorbeeld bij Pound. Pound was hier niet zo tevreden over. Daar werd hij ook slecht betaald. Toen heb ik nog eens voor hem een betere deal onderhandeld. Dat hij wat meer geld kreeg. Want hij zat erg krap per kas. Uit de apps blijkt dat Baudet al langer geïrriteerd is over Studio Pound. Hij vindt het programma oppervlakkig. Het gaat naar zijn mening te weinig over politiek. Nee, jij hebt me echt zo op zitten nemen. Normaal hoor. De hele dag al. Maar wij verdenken, Thierry wel eens vaker. Maar geef maar even antwoord. Wat is het voor pak? Wat heb je aan? Nou, dat is gewoon een mooi stuk. Vind ik Na deze uitzending appt Baudet aan Otte dat hij weg wil als commentator bij Pound. Ik stop met Pound, ik neem morgen ontslag. Ik zie wel hoe ik aan mijn geld kom. Maar dit niet meer in elk geval. En dan zeg je erachteraan... Misschien wil Kornilov wat extra betalen. Dit schiet niet op. Ja, dat suggereert toch dat hij dan daarvoor wel betaald is geworden. En dat zou ik verklaren waarom hij dus zo met die man bezig was. Tja. Ja, dat is kras. Dus hij krijgt geld van Kornilov. Ja, hier gaan in allerlei opzichten, zou ik denken, rode lampjes branden. Heel krachtig flikkeren. Bij het bericht plaatst Baudet een smiley met een knipoog. It could be a joke, for instance. Look, a lot of times when this sort of information comes out, people say, oh, this was just in jest, or I was just looking for funds, there's various ways to spin these sorts of conversations. In the intelligence world, often we talk about assessments that are made with a high degree of confidence, a medium degree of confidence, or a low degree of confidence. You know, when you see evidence like this, it suggests a certain type of relationship. The intelligence community would take this seriously. Certainly. Henk Otte laat Baudet per app weten dat hij zijn boosheid over Omroep Pound goed begrijpt. En dan zegt hij, nou, dank voor je steun, Henk. Daar kan geen Kornilov met al zijn geld tegenop. Nou, het lijkt mij toch zeer ernstig. Je hebt contacten met iemand die voor Poetin werkt, zeg je zelf. Je hebt contacten met iemand die voor Poetin werkt, die jou ook nog geld geeft. Bent u ooit op enige wijze betaald vanuit Rusland? Of heeft u op een andere manier steun gekregen vanuit Rusland? Ja, absoluut niet. Absoluut niet. Die verdachtmakingen die waren natuurlijk al wat langer en het duikt nu blijkbaar weer op, maar dat is echt een fabeltje. Zojuist is bekend geworden dat we definitief boven de 30% op zijn. Als de uitslag van het referendum bekend wordt gemaakt, stuurt Baudet nog een app. Kornilov was blij vanmiddag. Hij voegt deze foto toe. Kornilov met een fles wodka en een militaire pet uit de Sovjet-tijd. Obviously, Kornilov has compromat against Baudet, and he seems to me he's a controlled politician. He's not an independent one. dat mogen ze zeggen, maar ik kan alleen maar herhalen dat dat echt totale onzin is en dat er nooit iets van die aard is gebeurd. Once you have financing from Russian sources, obviously that serves as a form of compromat, if necessary. These sorts of things evolve over time. And certainly the Russians keep tabs on where their money goes, and they're able to activate that information should they want to later. Het hele interview met Thierry Baudet is te zien op onze website, zemla.tv.